toekomstmonitor, de daadwerkelijke situatie van dit moment. Dus als je beslissingen wil nemen voor de toekomst, voor het bedrijfsleven, voor het onderwijs, moet je wel weten hoe het zit, anders hoef je de beslissingen niet te nemen. Is voor jou de Achterhoek veranderd door de Achterhoekmonitor? Ik zit natuurlijk lang in het bedrijfsleven en in het veld, dus ik beweeg me heel veel, ook binnen werkgevers, dus ik hoor de verhalen wel. Maar als je het zo gebundeld ziet in de pagina en in het boek, hè, dus de digitale pagina, denk van, wow, er is een hoop werk met elkaar te verzetten de komende periode. En dat maakt voor mij in ieder geval inzichtelijker en helderder wat de opdracht zal zijn voor de komende jaren. Elke industrie of elke sector heeft natuurlijk zijn eigen verhaal, maar hier staat hij gebundeld eigenlijk in onderbouwing qua cijfers en misschien ook wel een stukje advies wat je eruit kunt halen. Ja. Zijn zij-instromen, zijn die nou essentieel voor de toekomst van de Achterhoek? Essentieel. Het is een hele grote populatie waar je uit kunt putten. Ik heb bijvoorbeeld 5 jaar lang bijvoorbeeld met bedrijfstakschool, Anton Tijdenschool, met installatiewerk Didam, mensen omgeschoold van werk naar werk of vanuit een uitkerende situatie naar werk. Maar door corona is dat natuurlijk allemaal stil komen te liggen. Hè. Bedrijven hebben ook gekeken van wat gaat er nu met ons gebeuren. En UWV's en gemeentes gingen vanuit huis werken. Praktijkscholen moesten natuurlijk voorrang geven op een gegeven moment aan de dagstudenten. Maar door de Achterhoek Monitor en de cijfers die daarbij naar voren komen, hebben we eigenlijk wel bijvoorbeeld met de servicepunt techniek besloten om versneld in september dat hele traject weer op te gaan pakken. Door de Achterhoek Monitor? Door de Achterhoek Monitor. Waardevolle informatie.